gaan kijken naar nieuwe ringen. Ja, wat heet zegt er? Deborah Lezer, de jongste tel van de Lezer-familie, de beroemde diamantenfamilie uit Amsterdam. Die is afgestudeerd aan Amsterdam Fashion Institute. En heeft voor haar afstudeerproject een waanzinnig iets bedacht. Dat is een soort toren. En daar wat zit erin? Een basisring in. En die basisring kun je op 36 verschillende manieren aankleden. En dan hoop ik dat je hem op die manier een beetje kunt zien. Dan kun je dus rondom een basisring kun je een verschillende rand zetten. Je kunt kiezen voor rosé goud of wit goud. Je kunt kiezen voor wit of voor zwart. En dan kun je er ook nog allerlei verschillende stenen in doen. Maar dat is eigenlijk dat koop je als met één ring systeem. Koop je als één systeem. En wat kost dat dan? Nou, dan ben je ongeveer, dan moet ik even goed kijken, anders ga ik liegen, €5000 kwijt. Maar dan heb je dus 36 ringen eigenlijk. Dat is er één. Dus je kunt er 36 ringen van maken. Ben je €150 per ring kwijt. Nou ja, dat moet dan toch lukken. Ja, maar je hebt ook nog wat voor de mannen bij, heb ik gezien. Ja, wat heet zeg. Nou, goed als je van horloges de klokjes houdt. Dan heb je iets heel bijzonders. Kijk nou eens naar hem, die blik van hem. Ze rollen er bijna uit. Ik vind dat leuk. Nee, ja, dit is het Jaeger LeCoultre exclusief James Bond Aston Martin horloge. Daar, horlogemoment. Nou ja, ik hou hem erop. Horlogemoment. Moet je eens even kijken. En wat nou ja, kan je naast dat dit een ongelooflijk mooi horloge is, ja, wat kan je ermee? Een horloge. Geweldig merk voor €30.000. Kun je daarmee de deur tot ongeveer 100 meter afstand van je Aston Martin mee open doen? En dan druk je tussen de 3 en de 4. En dan automatisch springt de deur open. En druk je aan de andere kant naast het knopje waar je hem mee goed kan zetten, dan gaat de deur weer dicht. Maar kan het ook met een Hyundai? Nee, misschien moet hij dan iets anders geprogrammeerd worden, maar dat denk ik niet. Kijk, ik hou van dit soort gadgets.